Ja, de online loterij Horecalot van 18 restauranteigenaren uit Noordoostpolder en omgeving heeft tot nu toe 15.000 euro opgeleverd. Geld dat de horecaondernemers straks onder elkaar kunnen verdelen. Wie een lot van 10 euro koopt, die maakt op zaterdag 13 maart kans op prijzen die de horecazaken beschikbaar hebben gesteld. Daar ga ik nu over praten met John van Beek van restaurant bij ons in Wellewaard. Dat is namelijk de initiatiefnemer van de loterij. Ja, jullie bedenken steeds weer wat anders. Waar komt dit idee vandaan? Ja, goedenavond. Waar komt het vandaan? Het is gewoon een bar slechte tijd in de horeca. En dan denk je even wat verder als normaal. En dan kom je af en toe op een goed idee. En de horecagelegenheden, die wilden daar wel mee werken? Ja, het is al een proces geweest natuurlijk. Van na de oliebollen actie van december dachten we van... die was goed gelukt, laat ik het zo zeggen. En dan weet je als horecaondernemer januari, februari, maart komt eraan. En dan, dat zijn zwarte wolken voor de onderneming. Omdat je weet dat je niet open mag. Mensen die zijn wat meer thuis, gaan wat minder op pad. Ja, en dan zit je met je vrouw te praten en dan kom je samen af en toe tot hele goede ideeën. En dan met medewerking van een hoop fijne mensen, zoals Klaas Eisens. Daar kun je gewoon fantastisch mee sparren. En dan kom je tot mooie resultaten. En je ziet dat er in 2,5 dag gewoon lekker 15.000 euro is opgehaald al voor de horeca. En dat we nog een maandje hebben om door te gaan om zoveel mogelijk loten te verkopen. Ja, er doen dus 18 restaurants aan mee. Noordoostpolder, Urk en ook Lemmer en Vollenhoven, begreep ik. Ja, klopt helemaal. We hebben alle horeca aangeschreven waarvan we dachten die hebben het nodig. Dus natuurlijk nog veel meer horeca, natte horeca, snackbaren. Het is niet alleen de restaurants, maar we hebben een keuze gemaakt. En met deze 18 ondernemers dachten wij gewoon een mooi plaatje te hebben voor Noordoostpolder. Richting Flevoland, richting Friesland en een stukje Vollenhoven erbij. En ik begrijp heel goed dat de nood natuurlijk hoog is in de horeca. Dat jullie het goed kunnen gebruiken, gewoon iets extra's. Maar aan de andere kant, om mensen zover te krijgen dat ze meedoen, wat kan je winnen? Ja, dat is heel divers. Alle inleg gaat natuurlijk wordt verdeeld onder de horecaondernemers. Dus de prijzen zijn heel divers. Dat gaat van hotelovernachtingen tot high tea pakketten, tot dinerbonnen, alles wat maar horeca gerelateerd is. Er komen de meest fantastische prijzen komen eruit, wat je maar wil. Ja. Want je refereerde net al even aan de oliebollenactie eind van het afgelopen jaar natuurlijk. Volgens mij is de opbrengst van deze loterij nu al ietsje hoger dan destijds voor die oliebollenactie, want dat was 14.000 euro. Maar waar mikken jullie nu op? Ja, waar mik je op? Ik weet het niet. Laat ik het zo zeggen, ik sta nu al te klapperen met mijn oren. Ik ben super, super blij wat er nu gebeurt. Het is echt, we lopen hier al 2 dagen op wolken. En dat is niet alleen omdat het, het is zo'n groot succes nu al. Ja, waar hoop je op? In het begin hadden we de hoop gezet op 5.000 euro. Ja, dat is al verdrievoudigd. Ik heb nu maar gezegd dat we voor de 25.000 euro gaan. En dat we daar, als we dat hebben bereikt, dan... dan gaan we alweer voor de 30. Ja. Maar jullie voelen je echt gesteund ook. Want met dat geld ben je natuurlijk niet uit de brand meteen. Maar jullie voelen je ook echt gesteund door de massale deelname? Ja, dat is bizar. Het is van omaatjes die op straat aanschieten van ik heb ook een lot gekocht. Tot bedrijven die meerdere loten kopen. Je mag weten, de mail staat niet stil. En het gaat gewoon elke paar minuten komt er wel een mailtje binnen van we hebben loten gekocht. En dat, en we hebben nog een maand. Dus dit wordt een groot succes. Ja, mensen willen nu natuurlijk graag weten, nu ze dit hebben gehoord, waar ze die loten kunnen kopen. Hè? Ja, nou is heel simpel. Dat is op www.horecalot.nl. www.horecalot.nl. Je hoeft het maar 1 keer in te tikken. Dan kom je op de website en dan klik je bovenaan van ik doe mee. En dan wijst de rest zich vanzelf. John van Beek. Gelijk in de mail Je krijgt gelijk de lotnummers binnen, dus je hoeft verder niks te doen. En dan hebben we 13 maart, wordt de live-uitzending verzorgd door Klaas Eisens. En daar hebben we live muziek bij, daar gaan we mooie prijzen uitdelen. En dan, dat staat weer gegarandeerd. Daar hebben we weer een mooie avond in het vooruitzicht. Ja, toch even positief nieuws rond horeca in Noordoostpolder en omgeving. Bedankt daarvoor, John van Beek van restaurant bij ons in Wellewaard. Succes met de actie.